Ongetwijfeld een van de meest eye-catching nieuwe features in Photoshop CC zijn de Neural Filters. Neural Filters, dat zijn filters die eigenlijk ondersteund worden door Artificial Intelligence. Bij Adobe noemen ze dat Adobe Sensei. En die zorgt ervoor dat die veel slimmer werken. Laten we dat een keer in de praktijk gaan bekijken. Ik heb iets heel gevaarlijks gedaan om te beginnen. Ik heb mijn eigen portret erbij gehaald van een shoot van enkele jaren geleden. En we gaan dus een keer op zoek in het menu filter. Eventjes kijken dat de juiste laag geselecteerd is. Dat klopt. En dan vinden we hier in het menu filter de neural filters. Nu, iets wat retoucheerders of fotografen heel vaak willen doen, is de huid gaan retoucheren. En dat is een van de twee volwaardige filters die er nu al zijn. De andere die zijn in beta, hier te vinden bij de beta filters. Dus maar de Skin Smoothing Neural Filter, die is er nu al. En ik ga die gewoon eens inschakelen. En dan zien we dat gekende beautifier effect eigenlijk, dat we in heel veel camera's hebben, maar nu in de vorm van een Photoshop filter. En we zien dat er hier een beetje aan de blotchiness of de vlekkerigheid in de huid wordt gewerkt. Dat wordt egaler en ook ietsje uitgevlakt, maar toch met een mooi behoud van textuur ook in de huid. Dus iets waar dat we vroeger heel veel werk aan hadden, dat wordt nu sterk vereenvoudigd dankzij deze neural filters. Als ik de sliders een beetje naar beneden haal, dan kan ik nog een subtieler effect behalen. En al bij al kunnen we daar toch wel tevreden van zijn. Als we kijken hier ook op het voorhoofd, dat geeft toch wel een goed resultaat. Nu is het tijd voor te lachen. We gaan naar een van de beta filters en daar vinden we de Smart Portrait filter. Die laat u toe om er waanzinnig gelukkig uit te zien. Ik ga die onmiddellijk op 50 zetten, gewaagd. En dan zien we dat Photoshop aan het rekenen is. De foto werd nu ook naar de Creative Cloud gestuurd, omdat het rekenwerk daar gebeurt eigenlijk door Adobe Sensei. En dat niet alleen, ik denk dat op deze manier de filter ook bijleert. Oh my god, waar komen die tanden vandaan? Nee, dat gaan we niet doen. Enkele andere functies die we hier hebben. We hebben een facial age filter of setting die we kunnen naar beneden halen. Gaan we een keer kijken. Nu zou ik een verjongingskuur moeten krijgen. Oké, ik word wat slanker. Mijn haar is wat ingekort. De huid wordt bewerkt. Man, dit zijn speciale filters. Ik zie hier ook, ik pik er maar enkele random uit, de light direction. Kan ik er een beetje meer naar links trekken en dan gaan we de lichtinval op het gezicht zien wijzigen. Wauw. Natuurlijk, deze foto was al sterk belicht van de rechterkant uit. Dus dat kan daar mogelijk natuurlijk een effect op hebben. En misschien nog eentje proberen en dan stoppen we ermee. De head direction. Wat? Kunnen we ons hoofd draaien? Laten we een keer de andere kant uitkijken. Nee, gaan we niet doen. Oké, dit is best wel fun om mee te spelen. Of dit al meteen bruikbaar gaat zijn, weet ik niet. Maar het is alvast veelbelovend. We hebben er hier nog een pak andere dat we kunnen uittesten, zoals een make-up transfer, depth-aware haze, dat is eigenlijk in de diepte mist gaan creëren voor een extra diepte-effect. Dit zal ook wel een leuke zijn om foto's in te kleuren, zwart-wit foto's wel te verstaan, en dan ook een nieuwe super-zoom-functie, een nieuwe slimme opscherpingsfunctie. Neural filters, ik zou zeggen, go check it out. Beschikbaar in de nieuwste versie van Photoshop CC.